kijkt naar het nieuws van maandag 1 juni. Uw oude afgedankte auto is geld waard. Bij aankoop van een nieuwe kunt u 1000 euro premie krijgen. De Partij voor de Dieren plaatst 6000 kruizen. Voor ieder afgeschoten wildzwijn eentje. Wij vinden het gepast om daar even een moment bij stil te staan. En ook aandacht te vragen voor het feit dat het helemaal niet nodig is. En hardlopen en wildkijken tegelijk. Oftewel safari jogger. Dag dames en heren, goedenavond. Autobezitters kunnen 1000 euro premie krijgen als ze hun oude auto inruilen voor een nieuw en schoner voertuig. Vanaf afgelopen weekend geldt in Nederland namelijk een speciale sloopregeling. Daarmee hoopt de overheid ongeveer 80.000 oude, vervuilende auto's en bestelauto's van de weg te krijgen. Een vergelijkbare regeling was in Duitsland al een enorm succes. Slooppremie is sinds afgelopen weekend het nieuwe toverwoord bij de autodealer. Want als u uw oude auto inruilt voor een model van na 2001, kunt u honderden euro's terugkrijgen. Het gaat om 750 of 1000 euro. Dus dat ligt eraan of het een benzine- of een dieselauto is. En ligt aan wat voor bouwjaar die heeft. De regeling geldt voor benzineauto's uit 1995 of ouder en dieselauto's van voor 2000. Vanaf zaterdag zijn er bij deze dealer al diverse mensen binnengekomen die gebruik willen maken van de regeling. U komt een nieuwe auto uitzoeken? Ja, klopt. En u gaat uw oude auto ook inleveren? Ja, dat is wel de bedoeling. Maar niet iedereen met een oude auto heeft recht op de premie. Er zijn een aantal voorwaarden die gesteld worden. De auto moet minimaal 3 maanden APK hebben. En de auto moet een Nederlands kenteken hebben. Daarnaast mag het voertuig niet van eigenaar gewisseld zijn na 1 maart 2008. Sommige autodealers willen zo graag dat u uw oude auto bij hen inruilt dat ze de premie zelf nog omhoog doen. En daar zijn de klanten natuurlijk maar wat blij mee. Ik vind het een goede regeling. Ja, het is in ieder geval een leuk prijsje voor een oude auto. De ingeruilde auto's mogen niet worden doorverkocht, maar moeten naar de sloop. Want de hele premieregeling is bedacht om de uitstoot van CO2 terug te dringen. En de regeling is natuurlijk ook goed voor de autobranche. Dat klopt. Ze proberen door deze sloopregeling wat meer stimulans te krijgen in het aantal autoverkopen. De laatste maand ook even wat minder geweest door de economische situatie. En hierdoor proberen we gewoon weer een extra boost te krijgen voor het aantal verkopen. Dat klopt. De Partij voor de Dieren heeft 6000 houten kruizen op de Veluwe geplaatst. Hiermee wil de partij herdenken dat er afgelopen jachtseizoen 6000 wilde zwijnen zijn afgeschoten. De actie vindt plaats in het kader van de Europese verkiezingscampagne. Hartelijk welkom hier op deze mooie dag. Waarbij we eigenlijk iets heel triest eigenlijk gaan herdenken. Namelijk het feit dat er 6000 zwijnen zijn afgeschoten door een handjevol jagers. Het zit de Partij voor de Dieren erg hoog. Het afschieten van wilde zwijnen op de Veluwe. En wat is er nou een beter tijdstip om hier aandacht voor te vragen dan vlak voor de Europese verkiezingen? Dierenherdenking is niet overdreven. We hebben hier 6000 kruizen geplaatst. Voor elk kruis staat 1 gedood zwijn. Dat zijn hartstikke veel zwijnen. De meeste burgers weten niet eens dat er zoveel zwijnen op de Veluwe worden afgeknald. 90% van het totaal. En wij vinden het gepast om daar even een moment bij stil te staan. En ook aandacht te vragen voor het feit dat dit helemaal niet nodig is. De aanblik van al deze kruizen doet denken aan een oorlogsbegraafplaats. Volgens de Partij voor de Dieren is het de bedoeling om een indrukwekkend beeld neer te zetten. En zo aandacht te vragen voor het niet afschieten van zwijnen. De partij heeft een betere oplossing voor het zwijnenoverschot. De oplossing is gewoon niet meer schieten. Ja, maar dat is natuurlijk wel erg makkelijk gezegd, want die populatie breidt zichzelf dan toch uit? Nou, wat je ziet is dat als je niet meer gaat schieten, als je geen jagers meer met geweren achter die zwijnen aan laat rennen en ze af laat schieten, dat de rust in de zwijnenpopulatie terugkomt en dat de zwijnenpopulatie zichzelf in stand en in balans houdt. Dus als je zwijnen rust geeft om zelf hun leefgebied te verkennen, om voldoende eten te zoeken, dan zullen ze op den duur ook zelf een populatie hebben die in balans is met wat de omgeving hen biedt aan eten. Door het afschot en de strenge winter afgelopen jaar zal het zwijnenoverschot dit jaar waarschijnlijk veel lager uitvallen. Het beeld op de Veluwe. Voor de een is het politiek, anderen willen er vooral van genieten. En dat kan. Twee enthousiaste hardlopers uit Arnhem bedachten iets nieuws. Safari joggen. Bedoeld voor hardlopers die hun sport eens op een andere manier willen beleven. 'S Morgens in alle vroegte, als de meeste mensen nog op één oor liggen, is de Veluwe op zijn mooist. Tenminste, volgens de safari-joggers.
ideale omstandigheden om een wild zwijn, een hert of misschien zelfs wel een vos of een das tegen het lijf te lopen. Het is eigenlijk een combinatie van twee dingen wat nog niet eerder gedaan is. En het leuke is dat het hardlopen natuurlijk enorm in zwang is op dit moment. Dat dat gecombineerd wordt met toch de sensatie van het wildspotten. De deelnemers gaan onder begeleiding van twee gidsen het bos in. De groep is klein omdat anders de dieren worden gestoord. Iedereen hoopt dat ze veel wild tegenkomen. Ja, ik hoop toch wel een edelhert. Die heb ik al tijden niet gezien. Ooit gezien, maar dat is lang geleden. We zijn nog maar net op de Veluwe of het is al raak. Het is weliswaar geen edelhert, maar een ree die argeloos staat te grazen op de heide bij Arnhem. De safari-joggers nemen alle tijd om het dier te bewonderen. Totdat de ree ons in de gaten krijgt en snel wegrent. De hardlopers gaan hoopvol verder, omdat ze weten dat er verderop in het bos nog meer wild wacht. We komen veel zwijnen tegen, hoewel dit jaar iets minder. Ze zijn echt een stuk zeldzamer geworden. Edelherten, damherten, reeën. En als we een beetje mazzel hebben, dassen, boommarters, hermelijnen. Zeg maar het kleinere spul. Hoewel de initiatiefnemers het leuk vinden om mensen deelgenoot te maken van hun ervaringen, is het niet de bedoeling dat mensen massaal de bossen ingaan om wild te zien. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat er hele bussen deze kant op komen om bijvoorbeeld hier op de Loenermarkt van het wild te genieten. Want dat zal toch ten koste gaan van. De safari-joggers moesten het vandaag doen met een ree, enkele damherten en een edelhert. Een kleine tegenvaller. Maar misschien hebben ze de volgende keer wat meer geluk. Een koe melken. Hoe gaat het eigenlijk? Een antwoord op deze en andere vragen was vandaag te krijgen op de Open Boerderijdag. U ziet het zo dadelijk. In Ermelo is zondagavond een houtopslag op het terrein van een psychiatrisch centrum in vlammen opgegaan. De brand bij de houtopslag aan de Veldwijk werd rond 8:45 ontdekt. Er is veel rook vrijgekomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De 81-jarige vrouw uit Nijkerk, die zaterdag gewond raakte bij een aanrijding in haar woonplaats, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie. De vrouw werd zaterdag op haar fiets aangereden op een rotonde. Ze is naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht, waar ze bezweek aan haar verwondingen. Paleis Het Loo in Apeldoorn stelde vandaag het dak open voor het publiek. Het paleis deed mee aan de dag van het kasteel. 15 kastelen en landhuizen in Gelderland openden vandaag daarom hun deuren. Arnhemmer Ronald ter Maat is gisteren eerste geworden tijdens het nationaal kampioenschap zweefvliegen op vliegveld Terlet. De Arnhemmer won in de 18 meter klasse. Ter Maat is lid van de Gelderse Zweefvliegclub. Het nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Kinderen hadden vandaag de dag van hun leven en de ouders die staken er wat van op. De Open Boerderijdag. Mensen konden een kijkje nemen achter de schermen van bijvoorbeeld een melkveehouder. Word je een koe of niet? Of een stier? Stier. Een stier? Kalfjes knuffelen, koeien melken en een rondleiding door de stallen. Het kon allemaal vandaag bij de melkveehouderij van Jaap Grolleman. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat burgers de gelegenheid hebben om te kijken waar de melk vandaan komt. Want heel veel, vooral heel veel kinderen ook, die hebben geen idee waar melk vandaan komt en hoe het gemaakt wordt. Weet je wat er uit een koe komt? Melk. Melk? Melk. Ja. En dan gaat het kalfje het opendrinken. Hoewel deze kinderen het wel zo'n beetje snappen, valt er ook nog wat te leren. Tijdens de rondleiding worden er dan ook veel vragen gesteld. En wat zijn nou de meest gestelde vragen vandaag? Wanneer gaat een koe melk geven en hoe oud kan een koe worden? En veel mensen weten ook niet dat een koe eigenlijk elk jaar een kalfje moet krijgen om steeds weer opnieuw melk te gaan geven. Want op een gegeven moment, die melkproductie naar het kalven die stijgt, maar die zakt na verloop van tijd weer. En dan op laatst, dan geeft hij bijna geen melk meer, wordt hij droog gezet. Krijg je eigenlijk zwangerschapsverlof voor de koe, 2 maanden. Krijgt hij weer een kalfje en begint de melkproductie weer. Bestaat een kalfje buiten. En dat kalfje is de ster van de dag. En sommige kinderen krijgen er geen genoeg van.
Hoe Veluws bent u? Met deze vraag trekken medewerkers van de stichting Veluvia de komende 4 weken over de Veluwe. In opdracht van de provincie en het Veluws Bureau voor Toerisme doen ze onderzoek naar uw Veluwe-gevoel. Wat voelt u zich vooral? A. In de eerste plaats Nederlander, daarna Gelderlander. B. In de eerste plaats Gelderlander, daarna Veluwenaar. Of C. Ik voel me vooral een Veluwenaar. Vragen naar het Veluwe-gevoel is niet zomaar vragen naar de bekende weg. Daar moet je dan toch even over nadenken. Toch wel een Veluwenaar. Een Veluwenaar. Ja. Ja. Nou, dat is mooi. En zo gaan de mensen van de stichting Veluvia de komende maand al vragend de Veluwe over. Met een echt Veluwe-gevoel. In het tempo van de ezelwagen. Vandaag was de officiële start van het project en werden de eerste mensen bevraagd. Een spreng is iets typisch Veluws. Wat is eigenlijk een spreng? A. Een waterrad gebruikt door papiermolens en wasserijen. B. Een oud Veluws woord voor herenhoed. Of C. Een door de mens gegraven waterbron en beek. Door de mens gegraven waterbron en beek. Oké. Okay. Ook de provincie Gelderland steekt geld in het project. Als je ergens lang woont, dan zie je niet meer hoe mooi je omgeving is. Dan ben je als het ware blind voor de prachtige omgeving. En wij vinden het belangrijk dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze hier in een unieke omgeving wonen. De tocht voert de komende weken kriskras over de Veluwe. Als de mensen het willen, kunnen ze ook meelopen en een goed gesprek voeren over het Veluwe-gevoel. De medewerkers van Stichting Veluvia zijn op alles voorbereid. De huifkar loopt bijna over. Een heleboel. Een vouwfietsje. Zodat we, als we op de camping staan, eventjes snel bij de bakken een brood kunnen halen of zo. Dat we niet met de ezel weer moeten lopen. Voor op de camping, een gaspitje, en slaapmatje, slaapzak. Is dit nou vakantie of is het een onderzoek? Met dit weer is het natuurlijk helemaal geweldig. Ja, de zon doet beslist iets met je Veluwe-gevoel. Deze tweede Pinksterdag was over het algemeen zonnig met een temperatuur van zo'n 24 graden. René van den Berg, wordt het morgen net zo fijn weer als vandaag? Jazeker, mooier zelfs nog dan het vandaag was, want vandaag flink wat stapelwolken, morgen min of meer strak zonnig. Stapelwolken dus, vanmiddag vooral op vrij veel plaatsen. En er ontstonden een paar buien, eerst in de Achterhoek, bijvoorbeeld in Lichtenvoorde, daar viel een korte felle stortbui en plaatselijk heeft het ook eventjes gerommeld. De buienwolken zullen vanavond overigens vrij snel weer allemaal oplossen. Het heeft te maken met onstabiele lucht boven het continent, warme lucht ook. Het is vandaag 25 graden geworden op diverse plaatsen. En daarin ontstonden dus al die stapelwolken, dat zijn die witte vlekjes. Met name over het oosten van de provincie, maar ook hier zat nog een pluk. En alles dreef zo vanuit het noorden naar het zuiden over de provincie. Maar goed, dat lost dus op en vannacht is het dan verder overwegend helder. Een min of meer half volle maan kunnen we zien. En later in de nacht schuiven er misschien een paar wolkenvelden vanuit het noorden binnen, maar dan is het verder overal droog. Minimumtemperaturen zo'n 10 tot 11 graden in het algemeen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend beginnen we misschien met her en der een wolkenveldje, maar voor de rest zien we vooral heel veel blauw. En zoals gezegd, er ontstaan duidelijk minder stapelwolken dan we van vandaag en gisteren gezien hebben. Als ze al ontstaan zelfs, ik denk dat het een groot deel van de dag strak blauw is. En pas later in de dag, tegen de avond, komt er misschien van het noorden uit een beetje bewolking binnendrijven. Strak zonnig weer dus. Met iets lagere temperaturen, eigenlijk gewoon heel comfortabel weer. 21 tot plaatselijk 23 graden hier in het zuiden van de provincie. Met een matige noord-noordwestenwind en misschien 1 of 2 stapelwolken. Maar dat stelt niet veel voor. Maar dan maakt de temperatuur een enorme val naar beneden. Een vrije val bijna. We gaan 10 graden naar beneden, minstens. Want donderdag is het nog maar 13 graden. En ook de dagen daarna is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. En er zullen een paar buien vallen. Geen grote hoeveelheden. Het betekent geen einde aan de droogte in bijvoorbeeld de Achterhoek. Maar ja, alle beetjes zijn wel meegenomen. Het kan nu ook gebeuren. Bij het binnenhalen van de vuilcontainer pakt u de verkeerde bak. Niks aan de hand, zou u zeggen. Even omwisselen en sorry zeggen. Maar voor Brigitte Derksen uit Zutphen liep het heel anders. Morgen staat ze voor de rechtbank. Ik wens u nog een fijne avond.